we staan hier voor een helaas een leeg kamerrijk. Dat voelt natuurlijk heel erg dubbel. We hopen dat het een steentje bijdraagt aan de gezondheid van iedereen. Het is natuurlijk ook een hard gelag voor al het voornamelijk personeel wat hier ook aanwezig is. Maar ik vond het ook belangrijk om in deze wat donkere tijd ook wat anders te doen. En daarmee eigenlijk ook zo'n hele grote boom als markeer voor Kamerrijk om in het licht te zetten. Ik ga er niet langer over praten. Ik geef je zo meteen het woord. Maar ik vind dat we eerst belangrijke momenten hebben om de boom in het licht te zetten. En dat doen we natuurlijk om samen af te tellen. Dus als ik Victor mag uitnodigen om bij de rode knop te gaan staan. Dan tellen we af en bij nul dan druk op de knop. Vlichten we de boom. Dus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, holy, holy, dit is heel mooi. Zo, Mark, dit is een verrassing, want ik denk, nou, je zet gewoon de verlichte spots erop, maar hij ziet er echt buitengewoon mooi uit. En toen ik je hier naartoe kwam rijden, Mark, zag ik Kamerrijk al toch al verlicht vanuit de verte. En toen je me belde om te vragen om dit te doen, dacht ik, ja, dat is helemaal geen vraag, want dat kom ik ook gewoon doen of het nou mag of niet mag. En vanuit Woerden kijken we dan naar Kamerrijk en dan zeggen we toch, er is licht, er is optimisme en we gaan met elkaar samen verder, ondanks de situatie waarin we zitten. En dan hopen we allemaal met elkaar dat het toch een keer afgelopen is en daar zullen we het dan mee moeten doen. Mark, hou vast, be strong en met elkaar komen we er zeker uit. En fijn dat we toch op dit moment met elkaar dit zo mooi konden vieren. Ook al is het een kort moment. En zonder glas. En zonder glas, zonder de glühwein. Maar we komen allemaal weer bij je oliebollen halen. Ja, heel goed. Heel en de stamppotten. Mark, Hamoud. Er zijn een aantal mensen die hebben echt doodsangsten uitgestaan om die bovenste lampjes. Jurre, Frank, Herman, die hebben daar bovenin met een hoogwerker gestaan. Geloof mij, ik heb altijd gezegd, anders doe ik het wel. Gelukkig hoefde het niet, maar dit is dan wel het resultaat. Hey, mannen, jullie mogen enorm trots op jullie zelf zijn. Dit is echt top. Cool.